dag iedereen, welkom bij Cross, de podcast van PlaySports over het veldrijden. Het Crossseizoen is bijna voorbij. We zitten toch stilaan in de laatste rechte lijn en mijn twee gasten vandaag uh, zijn aan het uitkijken, misschien naar het einde. Maar het beste van het seizoen moet misschien nog wel komen voor de bondscoach Sven van Toerenhout en voor Sophie de Boer, een van onze vaste gezichten bij PlaySports. Klopt het, Sophie? Moet het beste nog komen voor jou deze winter? Ja ik, ja, ik kijk wel echt heel erg uit naar het wereldkampioenschap. Oh, ik dacht dat hij iets anders zou zeggen. Begin maart. Oh. Nee? <laughs> ja, ook, oh, daar ben ik wel ook een beetje aan het aftellen. Ja. Dan word je mama. Ja. Gaat het nog? <laughs> ja. De rit naar hier was niet zo evident. Nee, ik heb net uh, twee homeopathische tabletten van jou gekregen. Dus, uh, en we hopen dat ik, het uh, goed komt. Ik hoop als ik uh, als het heel stil is straks, dan uh, heb je me vergiftigd. Nee. Um, nee, het gaat heel goed. Ik heb er heel veel zin in. En um, ja, ja, de ongemakken zijn er wel. Maar uh, ja, ik zit hier nog gelukkig wel. En daar zijn we heel, uh, heel blij om. Um... In jouw geval, Sven, gaat het wel over dat wereldkampioenschap. Hè? Ja, Begin februari, ja, dat vermoed ik. Tenzij er nog iets anders is, maar ik, uh, ik, ik heb het over hogerheide. Klopt. Uh, nog een paar weken, hè? Ja, het komt uh, heel snel dichterbij nu. En ik denk, ja, voor iedereen, uh, is dit toch wel het moment waar je naar uitkijkt. Hè? Draai of keert het wat dat er ook al allemaal heeft. Ze heeft afgespeeld gedurende de, de wintermaanden. Is mooi geweest, maar. Ja, het moment moet nog komen, uiteindelijk. Het, uh, het is opbouwen naar een uh, climax, een apotheose van een seizoen. Mm -hmm. uh, heb je gisteren of het voorbije weekend dat gevoel ja, gehad of te weinig gehad? Nee, uiteindelijk, ja. Ik bedoel, uh, nationale driekleur, daar, uh, ja, daar, daar wordt echt voor gestreden. En, en dat hebben we ook gemerkt afgelopen weekend. Um, en dat is toch wel al, ja, zeker na die, na die kerstperiode. Is dat toch altijd zo'n een, een moment? Ja, wie komt er het beste uit die periode? Wie heeft daar wel de beste kaarten nog om, om te spelen? En uh, wie daar dan de trui heeft, heeft hem dan toch al maar. Uh, hey, want straks op het WK dan komen er nog een aantal andere kleppers bij. Dus een goed goede nationaal kampioenschap is toch altijd mooi meegenomen. Ja, hoe vond je het BK in zijn totaliteit? Los van. De spannendste cross en de cross waar we het zo meteen zullen over zullen hebben. Uh, die twee dagen in, in Lokeren, vond je het, uh, vond je het goed? Ik, ik vond... Uh, we kenden allemaal wel een beetje de, de cross van Lokeren. En, uh, en uiteindelijk, zonder uh, daar negatief over te doen, maar die cross stelde op zich nog niet superveel voor hè, gedurende het seizoen. Mm -hmm. maar, maar ze hebben er wel echt wel, wel iets heel moois van gemaakt. Het was, uh, het was een heel mooi parcours. De organisatie was top. Um, ze hadden echt alles goed aangekleed. Um, dus alles was eigenlijk klaar om, om, um, om er een mooie strijd van te maken in, in, in alle categorieën. Dus uh, ja, ik vond, het, ik vond het meer dan geslaagd. Ja, het, uh, het weer heeft natuurlijk ook een grote rol gespeeld. Hè? Niet alleen in België, ook in ja. Nederland. <laughs> Dat is onwaarschijnlijk hoe, hoe bepalend ja. het altijd blijft. Hè? Zeker als ja. het in die mate heeft geregend. Ja, zeker. Dit, <coughs> dit deed ja. me echt denken aan uh, Veldhoven. Dat is ook een Nederlands kampioenschap, ik denk 2012. 14 of zo geweest uh, waar ik uh, toen reed. Heel veel water. Het was heel veel lopen. Het was echt heel veel water. Ze hebben echt op het allerlaatste moment, volgens mij zelfs vijf minuten voor de start van de dames, hebben ze nog een brug extra eruit gehaald. Hele stukken parcours hebben ze bochten weggehaald, omdat het allemaal was ondergelopen. En het was, voorals nu nog steeds, heel veel. Het was heel specifiek. En ja, dat is dan ook wel weer heel interessant. Want je hebt dan ook... Ja, dan kun je ook zien wie komen er dan bovendrijven Letterlijk uh, even jurigen. Ja. <coughs> ja. ja. De, deed je dat graag als, als crosser? Ja, ik wel. Ik kon goed lopen. Dus uh, ik vond dat altijd heel leuk, ja. Ja, je won... Uh, was het niet in uh, Hoogstraten? Uh, een cross in de modder? Waar er uh, flink moest... Ja, maar er was maar één worden. stuk. Er was maar één lang stuk. Uh, een modderstuk, ja. Nee dit, nee, dit was echt heel anders. Dit was... Ja, dit, dit, als je... Ja, Echt honderden meters moest je lopen, dat is best dat is heel veel op een parcours ja, normaal. Dan heb je een klein stukje een zand, zandbak waar je loopt. Wat is dat dan? Misschien 50, 80, 100 meter zal zoiets zijn. Maar ja. dit was volgens mij wat is al een parcours drie kilometer? Dit was misschien wel een derde lopen. Het, per uh, het Nederlands kampioenschap um, veldlopen met een fiets op de rug. Zoiets ja, ja ik zag ergens uh, iets met het NK. Het was een combi van NK, veldlopen NK... Glijden, ja. NK-baan glijden, ofzo, allemaal dingen bij elkaar, dat was best uh, grappig, maar ja, dat, het was wel heel, uh, het was heel uniek. Ja, ja. We gaan het er zo meteen over hebben. Eerst nog eens terug naar, naar Lokeren. Het, uh, het weer, heeft dat een, uh, een grote rol gespeeld in Lokeren het voorbije weekend? Maar het leuke is altijd aan een kampioenschap, dat, allee, uiteindelijk het weer bepaalt altijd in het veld erin uh, ja. hoe dat het parcours erbij ligt. Uh, maar bij een kampioenschap is er altijd toch nog net iets meer aanwezig. Hè? De woensdag... Uh, rij je in die omstandigheden rond, dan komt dat weekend dichterbij en dan is het, ja, gaat het regenen, gaat het niet regenen. Uh, en op zich hadden we nu ook wel twee totaal verschillende omstandigheden. Hè. De zaterdag was toch uh, best pittig door, uh, door de natte weersomstandigheden. Dan begint het op te drogen, een vrij droge nacht. Dan die ochtend van, uh, van uh, de zondagochtend opnieuw, nog altijd droog. Dan verandert het parcours weer heel snel, dan, uh, ja, dan gaan de kansen weer anders liggen en... Ja, dat is altijd een, uh, een steekspel, laat ons zeggen. Uh, Weersomstandigheden, favorieten. Uh, ja. Wie komt er het meest? Maar het, het kon wel. In Nederland was het er ja, eigenlijk over. In, in, nee. in Lokeren was het uh, prima. Nee, nee ja, je had één passage daar aan, aan de VIP-tent die er uh, heel slecht bij lag. Uh, maar goed, daar hebben ze dan wel goed opgelost voor de jeugd. Dat hebben ze dan dat lusje eruit gehaald? Wat uh, heel verstandig was. Maar daarnaast was het. Uh, Helemaal uh, netjes. Ja. Ik hoorde gisteren zeggen: behalve bij de, de profs, bij de mannen, hebben we vooral saaie crossen gehad. Weinig spanning. Mm -hmm. dat, dat, um, ja, dat zegt misschien iets over de winnaar of de winnaars, mm -hmm. maar ja, het publiek wil graag spannende wedstrijden ja, Maar het was wel ontzettend lastig. Ik moet zeggen, het was fysiek zeer veeleisend. Um, ik had er zelf wat rondgereden en ik, het, was, het was echt super lastig. En dan merkte je ook in alle categorieën dat het heel snel op een tempo ja. kwam. Uh, dat er heel snel verschillen waren en uh, ja, dat, dat de topfavorieten het overal waarmaakten. Uh, maar goed, dan komt wel, ja, die, die, hè, die allerhoogste categorie komt eraan aan, je had dan drie favorieten, uh, waarvan dat er verwacht werd dat het daar dichter bij elkaar zou liggen. En wat dat uiteindelijk ook bleek. Dus uh, ja, alle favorieten hebben uiteindelijk gewonnen. Maar het was dan toch uitkijken naar uh, zondag tussen drie en vier. Ja, ja uiteindelijk Michael Van Toernoot, Belgisch kampioen. Heb je het uh, BK gezien, Sofie, of toch vooral het NK? Nee, ik heb BK. Ja, en ik heb het allebei gekeken ik had uh, livestream um, van de NOS opstaan uh, mijn Nederlands kampioenschap. Het was en, moeilijk om uh, het NK te volgen. Ja. <laughs> Komt dat niet live op televisie in, in Nederland? Nee, nee, helaas heeft uh, NOS de keuze gemaakt om het uh, EK Short Track uh, uit te zenden. Maar Belgen veel medailles pakten. Vijf dacht ik. Nee? Ja, Hanna en Stijn de Smet ja. zeker. Mm, ja, Nederland op zich natuurlijk ook wel een uh, heel goed... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, dat is een ander verhaal. <laughs> en dus um, heb je het bk vooral gezien? Ja, ik heb zeker... Ik heb natuurlijk ook uh, met plezier naar het NK uh, gekeken. Het was, um, het was iets lastiger te volgen, uh, omdat het um, ja, met de cameraopstelling... Uh, niet, ik vond het niet uh, optimaal in beeld gebracht. Uh, je hebt veel worden. camera's nodig hè, om een cross goed in beeld te brengen. Nou, dat was wel weer heel interessant. Omdat je dan dus het verschil ziet. En uh, ziet, met echt mijn complimenten inderdaad aan de Belgen... hoe mooi het is als je inderdaad close-up be beelden... Eigenlijk, het is heel bepalend, realiseerde ik me... ook om een cross van de tv te beoordelen. Als je gezichtsuitdrukkingen kan zien. Je wil gewoon het gezicht zien. Je wil de lichaamshouding kunnen zien. Maar als je met camera's werkt die veel... Uh, vaste camera's van veraf die inzoomen en weer terugzoomen, dan zie je gewoon niet heel goed de lichaamshouding van een renner. Je ziet ook niet zo goed de gezichtsuitdrukking. Dus daarom vond ik het iets moeilijker te beoordelen. Zagen, ik zag vooral morre figuurtjes rondrijden uh, en rondlopen. Um, maar ik heb, nee, ik heb allebei de wedstrijden uh, dus gezien. Uh... Wat vond je van het, uh, het BK bij de mannen? Want er is veel om te doen. Ja. <laughs> uh, geef jij eens je mening? Ja, nou ja, ik vond het in ieder geval uh, de wisselgate, uh, zoals bij jullie genoemd werd. Ja, het stond ik, zo in ja, de krant vandaag. <laughs> dat vond ik, uh, ja, ik vond dat wel opmerkelijk. Uh, ik heb me daar echt wel over verwonderd in eerste instantie. Dat ik dacht, oké, okay, die eerste keer dat je Laura zich boos ziet maken. Waarom zijn, zijn die mechanieken niet uit elkaar gaan staan? Uh, maar goed begreep daarna, in de ronde daarna, zag je dat ze, dat, dat ze op een heel klein stukje konden opspringen. En volgens mij ging het vooral daarom dat je dan dus genoeg tijd had om op dat stuk op te kunnen springen. Maar goed, de laatste ronde stonden ze wel weer meer uit elkaar. Ja, dat is natuurlijk iets, iets heel frustrerends. Je zag bij Laurens dat hij zo, die zat zo in de emotie en die maakte zich daar heel druk om. En dat, ja, dat heeft natuurlijk invloed op de wedstrijd. Um, en ik had het idee dat hij. Ja, halverwege de wedstrijd echt wel beter was dan Michael. Maar dan zie je hem ook zich, ja, die emotie druk maken. Zie je nog weer zo'n incident met zo'n heel pirouetje. Wat dan op zich niet extreem veel tijd kost. Maar ja, dit zijn, wel, dit zijn net die hele kleine procentjes... die er wel toe doen in, het, in de finale. Uh, dus ik vond dat wel opmerkelijk dat het zo ging. Ja, het, het is opvallend ook dat... Um, als ik vraag wat vond je van de wedstrijd, dan gaat het meteen over die twee fases. Hè? Mm -hmm. Dus, dus um, ze zijn zo bepalend dat ze de, 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 de uitslag ja. voor een stuk ja, mee ik hebben Ik had bepaald. echt het idee dat als je bijvoorbeeld de rest van de wedstrijden, dan zag je bijvoorbeeld, je zag op dat steile hellinkje, dan zie je Michael zag je prikjes uitdelen. Laurens moet een keer van de fiets af, maar je zag op een gegeven moment die ene bocht. Na dat af, ik weet niet hoe jullie de bocht nu dan zie je Michael een fout maken. Ja, en, en Laurens ja. die rijdt dat perfect, rijdt het meteen weer dicht. Dus ik zag ook twee renners die gewoon enorm aan elkaar gewaagd waren. En dan gaat het om die hele kleine dingetjes die dan het verschil maken. En, en dat was dan dit. Uh... Ja. Hebben die wissels het uh, helemaal bepaald, Sven? Want uh, je hebt het nu een dag kunnen laten rusten. <coughs> hoe, hoe bekijk je het vandaag? Het is, het is een feit, we hebben het er opnieuw over, maar uiteindelijk... Uh, ik ben ervan overtuigd dat als je in de, in de archieven gaat en je hebt een cross in die omstandigheden, het gebeurt elke wedstrijd. Die chaos in de materiaalpost ja, ja. kom je altijd tegen. Ja. En dit, dit is bij elke renner al voorgevallen. Maar natuurlijk, nu hebben we, het, ja, we hebben het over een nationaal kampioenschap, een strijd tussen twee renners die inderdaad heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Maar dit is niet nieuw. Hè? Dit, is, dit is iets die nu... Uh, ja, Boven komt treven, omdat het uh, extra ja, wordt. Word, ja. En ook door Laurens, uiteraard. Ik denk ook omdat, inderdaad, Laurens, die je zag gewoon op tv. Je zag je, je <coughs> ja. woede gezichtsuitdrukkingen. Uh, De teleurstelling wordt het... ook, hè? Dat is <coughs> Ja, dat logisch. Chris die wordt dan geïnterviewd, die zegt er weer wat over. Dus het, het wordt natuurlijk ook in één keer een, een ding mm -hmm. tijdens die wedstrijd. Ja. Uh, uh, wat jij zegt, het gebeurt natuurlijk heel vaak. Alleen nu is het. Echt zo op de voorgrond. Ja. Ook omdat het natuurlijk een titelstrijd is. Ja. In, in Dublin uh, hadden we dezelfde hè? Toen zaten ze wel met zeven bij elkaar, waardoor de, de chaos in de materiaalkost ja. Uh, ja, onvermijdelijk was. Maar daar heeft het uiteindelijk, want er is ook een incident geweest toen ja, met een vod, klopt. geen invloed gehad. Of ja het had geen invloed op de, op de uiteindelijke uitslag. Hè, nee, ja, Wout of, won uiteindelijk. Stel, stel dat Laurens uiteindelijk toch de cross wint, dan denk ik dat we daar ook vandaag niet over, uh, niet over praten. Hè. Dan, dan, dan praten we over een heerlijk duel tussen Laurens Week en Michael van Toerenhout. Maar het is, het is, het is logisch dat, dat Laurens uiteindelijk wel... Hij weet wat het is om, om met die drie kleuren rond te rijden. Hij heeft uiteindelijk al eens de titel behaald oh. in Antwerpen. Hij weet wat het is om, uh, om daar een jaar mee ja, van te kunnen genieten uiteindelijk en en dan is er teleurstelling en dan wordt er wel ja oké okay, en dan worden die punten boven gehaald ik snap dat ook wel ik snap dat ook wel ik denk ook dat wat je natuurlijk op een gegeven moment dan zie je dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn. Dus dan verwacht je, mm. nou dit kan best een sprint worden. Dus als je denkt aan een sprint tussen Laurens en Michael, geef je Laurens wel het voordeel van de twijfel. Maar sprinten maar... gisteren zou moeilijk geweest zijn, mm. op die aankomst. Ja, ja, dat was inderdaad wel omdat het vrij smal was met die bocht. Maar ja, dan krijg je, ja dat is inderdaad, dat is inderdaad ook waar. Maar ik, misschien dat we vanuit die gedachte, want je zag natuurlijk wel na nou, dat hele pirouette, dan, zit, dan zat wel op een gegeven moment een paar meter tussen. Mm. En... En ja, Michael die rijdt zo'n snoeiharde laatste ronde, dat ja, dan wordt dat gat in één keer ook niet meer echt dichtgereden. Dus vandaar dat je dan ook misschien denkt, oké, okay, dan is dat dus wel heel beslissend geweest. Ja, want je, je moest komt. op kop zitten. Hè? Ja. En, en ja, ja. ik had de indruk dat Laurens de inspanning heeft gedaan om terug uh, op dat wiel te komen en de inspanning niet meer kon doen nee? om aan mm -hmm. de leiding te komen. Want de laatste ronde gaan ze wel wiel aan wiel in. Uh, hè, dan rijden ze een ronde van tien minuten eigenlijk. Bij elkaar, dan loopt die wissel wel goed. Hè. Dan nemen ze dan toch uiteindelijk de beslissing in de, in de materiaalzone om uit elkaar te staan. Dus dan, dan, en dan is het uiteindelijk ja, tien minuten lang uh, strijden voor die titel. En daar moet ik wel, in, daar moet ik wel zeggen dat, dat, het, uh, dat je daar merkte dat Laurens niet meer de frisheid had ja. van de ronde voordien. En waarschijnlijk. Oké, okay, die, die kloofjes dichten, dat zal er ook wel mee te maken gehad hebben. Dat heeft energie gekost. Er hem ook druk in maken, heeft hem ook in, dat heeft ook energie gekost. Kan je ook uh, energie geven voor een stuk? Als ja, het zo ja, maar natuurlijk, ja, het is dubbel. Hè, want ik denk dat hem ook wel voelde, uh, die prikken die Michael gaf, dat het ook wel begon pijn te doen. Ja. Uh, maar goed, als hij als die inspanning moet, niet moet doen om terug te keren, dan. Ja. Heeft maar, hij dat uh, ja. procentje om ja. misschien Maar het te lag gaan. super dicht tegen elkaar? Ik had wel het idee dat die laatste ronde, hoe ik Michael zag rijden, op de een of andere manier, kun je aan hem zien dat als hij dan hm. er echt in gelooft, dan krijgt die jonge vleugels, dat zie je gewoon dan. Ik had wel het idee dat die laatste hm. ronde dat hij er echt in geloofde, hoe hard hij daar over dat parcours aan het rijden was. En het ook ja, toen had ik wel het gevoel dat het echt wel naar Michael aan het helden nou, was. Die, het is dus. niet de eerste keer dit seizoen. Hè? Dus uh, hij heeft een aantal keer overreizen, ook met Pitcock. Uh, ja, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Daarin is hem heel hard veranderd. Uh, ja. hij, kan, hij kan een laatste ronde rijden nu, wat, ja, die hem eigenlijk een aantal jaar of, of tot vorig jaar niet kon. Uh, in principe was rijden, rij dit kampioenschap met die verhoudingen twee jaar terug. Ik denk dat ze week altijd de koers wint. Ja. Michael die, die was hier te gast een paar maanden geleden. Sofie zat hier ja. naast Michael <laughs> ja. en toen, toen zei hij, jij, jij moet meer winnaar worden. Ik weet niet hoe hij het precies uh, omschreef, maar uh, en hij, hij zei zelf ook van ja, dat, dat, het is moeilijk om dat erin te krijgen en hij gaf dat ook toe. Ja. En nadien uh, wint hij, uh, ik denk, Tabor, wint hij het EK in ja. Namen, Overijsse, mm -hmm. uh, wordt hij ja. Belgisch kampioen. Hoeveel sessies heb je nu achter de rug met Michael? <laughs> Ik heb het hem nog wel een keer gevraagd. Nou, ik denk dat nou, dat was vooral waar het toen over ging. Is dat hij inderdaad zelf ook aangaf dat hij niet altijd evenveel vertrouwen in zijn eigen kunnen had. En dat het als hij dan zeg maar één keer gewonnen had, dat het dan, nou ja, dan zei hij ja, dan win ik daarna vaak nog wel een keer. Maar op het moment dat dan. Dat, dat, ik snap ook helemaal wat hij dan zegt. Als het dan een keer een wedstrijd minder is gegaan, het gaat nog een keer iets minder. Dat dan ook heel langzaam dat vertrouwen weer af mm -hmm. begint te bouwen. Dat is dat vertrouwen heel erg gebaseerd is eigenlijk op een week van tevoren. Uh, maar ik heb nu, wat, je, wat we nu de, ook bij het BK gezien hebben, is dat dat toch meer steady zelfvertrouwen is. Dat ongeacht de week van tevoren, wat hij gedaan heeft, dat het er meer aanwezig is, waardoor hij in zo'n wedstrijd uh, naar zichzelf toe kan trekken. Uh, dus ja. ik denk wel dat hij hierin gegroeid is, ja. ja. Ik, ik zei, hij woont Tabor, hij had al Tabor gewonnen. Was, hij was hier te gast na de cross in Tabor. Ja. En uh, hij won nog van Valdisole, ja. dat was het. Dat klopt. Juist is juist. Um, Sven, hoe, hoe kijk je naar de, de cruciale momenten van de cross gisteren? Als ex-crosser, mm -hmm. als bondscoach, maar ook als neef van Michael. Want dat zijn verschillende ja. insteken natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Maar goed, allee, het, allee, ik moet daar niet onder stoelen of banken steken. Als Michael een cross wint, hè, dan, 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 kan, dan doet mij dat uiteraard wel iets. Hè. Maar ik ben er altijd wel, uh, wel correct in. Um, en ik heb ook heel veel respect en bewondering voor, uh, voor Laurens Week. Dat wil ik echt wel benadrukken. Um, ja, als ik zo'n incident zie, dan ik wijs eigenlijk. Niemand echt met de vinger daarin. Ik ga niet de renners en ook niet de begeleiders daarin met de vinger wijzen. Uh, ik ken beide entourages. Ik ben er 100% zeker van dat ook beide entourages dan nooit uh, gemoedwillig zouden doen. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar zo'n ja, dan moet je wel met een vergrootglas gaan bekijken. Dan moet je wel, moet je wel ja, oké, okay. daar zijn regels omtrent, maar blijkbaar zijn die ook niet, niet duidelijk naar iedereen toe. En dan denk ik eerder in die richting van, oké. Okay. Dit heeft, zich nu voortgedaan. Dit, 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 heeft, dit heeft zich nu voortgedaan. Maar ja, dit moet wel bekeken worden richting de toekomst. Um, en ja, er zijn regels. Maar blijkbaar zijn die niet duidelijk voor iedereen. En, um, en daar moet wel aan gewerkt worden. Ja, bij, bij wereldbekerwedstrijden zag ik onlangs ja. nog. Uh, ik denk in Val di mm -hmm. was er ook veel om te doen. Dan, wie staat in welke box? En dat, ja. dan is het heel duidelijk bepaald. Maar, Waarom was dat klopt. gisteren blijkbaar niet zo duidelijk? Ja, maar ook daarin. Uh, ook daar, de Wereldbeker, vind ik. Uh, Oké, okay, straks gaan we naar de WK en dan hebben we ook met landenploegen te maken. Maar het probleem is, uh, als we daar in één box acht of negen uh, Belgen zetten, ja. we krijgen ook hetzelfde scenario in de Wereldbeker, want de Wereldbeker worden ook nog altijd via landenboxen gedaan in de materiaalzone. Maar als je dan een cross hebt, uh, zoals in Dublin bijvoorbeeld, excuseer, uh, komen zes of zeven renners binnen, vier of vijf ervan zijn Belgen, dan heb je altijd chaos. Dus dat zijn inderdaad wel dingen waar, waar, waar echt wel eens, is. Het is ja, niet zo dat je twee, Nederland heeft volgens mij twee boksen en die mag wel als eerste kiezen. Het is inderdaad is het al geëvolueerd naar twee ja? boksen. Ja. Maar uh, er zijn, er zijn uh, wedstrijden waar als er geen U23-renners aan de start staan in een aparte koers, dan krijg je 14 Belgen aan de start. Ja, precies, en dan ja. is twee boksen ja, ook, niet is ook niet genoten, superveel. Nee. Ja, maar je zou wel die twee boksen uit elkaar kunnen halen. Ja. Ik weet niet of dat praktisch haalbaar is, maar dan, dan kan je het wel een beetje spreiden, toch? Ja, toch wel. Um... Maar, maar uh, dan krijg je natuurlijk ook weer die renners die bevoor, bevoor, ja, je hebt dan weer ja. voor- en nadelen. Ja. Dus ja, altijd... Gisteren ja. wilden ze ook allebei in het begin van de post staan en niet op het einde. <kwijnt> maar wat is die nieuwe regel? Daar begon Eli Isebiet een keer over in een interview. Die had het ja. toen ook over de post. Wat is die nieuwe regel ook alweer? Wel, nu worden renners inderdaad uh, een box toegewezen hè? per ploeg. Uh, want Isebiet stond nu bijvoorbeeld ook verder in de post. Ja. Dan dat Michael stond met het BK. Had dat niet dezelfde post dan moeten zijn? Maar gisteren, blijkbaar is er wel gisteren, dus in de technische gids, stonden blijkbaar wel uh, de boksen, de renners, dus wel, welke boksen dus, ze toegewezen hadden gekregen. Dus maar de, de teams en de renners hebben blijkbaar daar post. niet. Uh, maar uiteindelijk, wel, als je dan uiteindelijk de technische gids bekijkt, ja, dan staat uiteindelijk Michael van Toornout op het eind van de rit wel in de juiste box. Want die had ja. box 4 toege toegewezen gekregen. En Laurens had dat blijkbaar 1 toegewezen gekregen. Dus uh, bij aanvang stond Laurens in 1, Michael ergens 12, ja. 13. Ja. Uh, beide niet in de juiste box. Nee. Uh, ja, en... en... Gaan we, wij zijn naast elkaar en staan allebei. Ze zijn elkaar gaan opzoeken. Ze zochten in de allebei het niveau. beste en, plekje. En er rijden in het peloton twee of drie uh, linkshandigen rond. Ja. En dan, stond, dan staan die daar nog net op elkaar geplakt. In een, uh, dat blijkt dan één, twee, ja, een, twee en drie te zijn. Dat blijkt inderdaad nog eens, 2 en 3 te zijn. Het podium ja. van het BK ja. linkshandig. Ja. En die, uh, ja. die zoeken elkaar dan ook wat op. Ja, er is uh, veel te doen uh, geweest over dat mm -hmm. moment natuurlijk. Maar we mogen uh, niet aan, aan, aan de verdiensten van de winnaar uh, mm -hmm. voorbij gaan, natuurlijk. Ja, Michael niet. van Toenhout. Hij kreeg, ik heb het niet gelezen, maar ik, ik liet het me vertellen. Uh, veel bagger over zich heen, Michael. Omwille van wat er is gebeurd. Mm -hmm. um, en dan werd verwezen, te snel misschien, naar het incident in, in Dublin ook. Met dat votje. Ja. Dat uit dat kamp kwam. Ja, maar dat is puur toeval. Um, ja. Alleen voor de entourage is dat vervelend, zeker als dan uh, zeker. met de vinger wordt gewezen. En dan ja, ontstaat er snel een perceptie. Hè? Dus hoe, hoe moet je dat dan proberen te plaatsen, te kaderen en vooral ervoor te zorgen dat dat niet escaleert? Ja, ik, ik, je moet daar wel altijd met respect mee omgaan, vind ik, ik. Ik spreek dan niet over de entourage van Michael van Toernoot alleen. Ik, sprak, ik spreek eigenlijk voor gans die materiaalzone. Daar staan allemaal. Uh, vrijwilligers zijn. Die mensen worden daar ja. niet rijk van om daar te staan. Die gaan week in, week uit gaan die naar, uh, naar de cross om, om hun renner of renster oh. te gaan ondersteunen. Die, uh, die draaien, zeggen, iedere weekend binnenste buiten. Uh, uit passie. Uh, en ik ben daar echt wel van overtuigd dat we in een tijdperk zitten waar dat, dat daar geen bewuste zaken worden in, in, in gedaan of geen. Uh, en, en dan vind ik dat je daar altijd wel heel menselijk moet mee moet mee omgaan. Ja. Ook al snap ik de teleurstelling nu van, van het kamp van, uh, van Laurens Week. Um, voor iedereen die in een materiaalzone staat, heel veel respect hoor. Ja. Heel veel. Bij, bij de Bond zaten ze ook met hun handen in het haar. omwille van de incidenten. want dat wil je niet voor hebben. Uh, er was onduidelijkheid van alle kanten. We hebben het net uh, ook beschreven. Hoe, hoe moeten ze dat proberen nu. Heel concreet op te lossen. Want bij een BK wil je niet dat je dat soort toestanden hebt. Duidelijke communicatie lijkt me. Waarom, um, waarom nee, is dat ik, zo moeilijk? Ja, kijk, enerzijds heb je natuurlijk het aspect dat je, als je echt een box toegewezen kreeg, krijgt. en daar zijn regels aan verbonden. nou ja, dan kun je daarop gaan inspelen dat in de toekomst. dat je wil dat inderdaad die ploegen zich daaraan gaan houden. Dat is redelijk concreet. Maar net als wat Sven zegt, ja, je hebt ook het aspect dat. Het is chaos helemaal als je dus met meerdere renners tegelijk de post inkomt. Die fietsen die moeten ook. Ik bedoel, die mechaniek is het enige wat zij denken is, oké, okay, ik moet zo snel mogelijk die fiets hebben. Ik moet naar, die, naar de water, naar die afspuit... Uh, hoe noem je dat? Uh, Stand. Ja, dan moet ik naartoe rennen. Dus die mensen die zitten net als <tus> dat de renners in een focus zitten, zitten die mechaniekers dat ook. Dus je pakt die je grijpt die fiets aan, je rent daar naartoe. Je wil die fiets snel weer schoonspuiten. Want voor je het weet. Zijn, die ren zijn de renners er weer en dan wil je weer klaarstaan. Dus dat stukje chaos, ja, daar, daar ga je niet. Dat is heel moeilijk om daar regels voor te bedenken. Uh, dat nee, maar het is... feit dat het onduidelijk was gisteren, mm -hmm. dat, is, dat is vervelend. Maar goed, uh, ik denk dat dat in de toekomst misschien Ik denk alleen zal dat je die regel worden, dat je inderdaad dat je met die boksen. Uh, maar ja, dan heb je inderdaad net als dat de regel. Dus wat Sven zegt met de wereldbeker. Dat het land een box toegewezen krijgt. Ja, dan zit je nog steeds. Nederland heeft dat probleem bij de vrouwen. Waar ze allemaal uh, kandidaten zijn. Ja, ja, dat, je moet dus ook met ze staan allemaal hutje-mutje op elkaar. Uh, om die fietsen aan te pakken. En als je dan inderdaad een, een cross hebt. Mm -hmm. Dat ze met z'n allen tegelijk. Mm -hmm. En dat je er zo druk staat op wie het eerst bij de waterspuit komt. Want daar gaat het ook om. Als er niet genoeg spuiten zijn. Wat nog wel eens voorkomt, ja, dan wil je wel als mechanieken zo snel mogelijk als eerste daar zijn dat jij je fiets kan afspuiten, een wedstrijd in de wedstrijd. Dat ja, maar is, uh, dan is dat het duidelijk. wel een ja. beetje? Ja. Um, alle credits voor de nummers 1 en 2, er kan er maar één winnen, dat is duidelijk. Nummer 3, Thibault Nijs, misschien wel de verrassing van de dag. Hij had het podium bij de profs. Hoe, hoe um, schat je die prestatie in? Um, het resultaat is misschien uh, verrassend, maar op zich zijn prestatie. Ergens weet je dat hij tot zoiets in staat is. Hij heeft, uh... Het probleem is dat, hij, dat het nog eens met ups en downs gaat, wat ook logisch is op die leeftijd. Maar, maar hij heeft wel crossen gereden ook afgelopen winter, waarvan dat je zegt: die was er ook zo eentje. Uh, waar hij echt wel indruk uh, Mieke. En, en... Maar goed, dan kan het een paar dagen later ook weer zomaar uh, niets zijn, uh, wat ook helemaal niet erg is. Maar ik vond het wel, uh, ik vond het wel straf. Ja. Om uiteindelijk toch op dat podium te staan uh, is wel straf. Kampioenschapsrenner? Oh, is hem altijd geweest. Hè? Ja. Is hem altijd ook op geweest. De weg. Ja, um, hij, als hij een mogelijkheid ziet of hij krijgt een kans, ja, dan grijpt hem ze. Ja. Ja. Redelijk knap. Op 20 jaar en dat je eerste BK bij de profs. Ja. Het heeft ook te maken met een aantal andere jongens die misschien uh, door omstandigheden. Uh, ja, niet hebben gebracht wat je zou kunnen verwachten. Elisabeth die vierde wordt, is dat, is dat te weinig? Of... Ja, hij was heel eerlijk achteraf. Hè? Er, er zat niet veel meer in, ondanks die val. Nee, hij was niet uh, fysiek uh, zoals hem. Uh, maar goed, ja, het was ook ergens. Het ligt een klein beetje in de lijn van zijn seizoen. Hè? Uh, hij, hij behoorde uiteraard tot die drie favorieten. En, en... Maar hij wist ook wel dat hij een superdag nodig had om, om die cross uiteindelijk te kunnen winnen. Uh, hij groeide wel in de kerstperiode, had wat keuzes gemaakt uh, heel verstandig. Uh, maar dan nog moest het wel allemaal meezitten om, om, uh, om kampioen te worden. En Ik denk dat zowel Laurens als Michael iets meer regelmaat had in hun prestaties ja. um, terwijl jullie ja, zo vanaf half november toch wel door blessure wel, um, niet meer kunnen doen heeft wat hij ja, normaal moet doen in een, in een, in een winter. En dat heeft ervoor gezorgd dat hem, dat hem fysiek niet, uh, niet op zijn best is. Maar tegelijkertijd wel knap dat hem die Cross heeft uitgereden. Dat moet ik wel zeggen. Uh, mensen denken misschien nu wel, ja, dat is toch maar normaal. Maar het is niet zo evident. Uh, ik vind het toch knap dat hem de, de Cross heeft uh, beëindigd. Ja. Nou, dat was de voorbije jaren op het BK niet dit geval. <tomt> Klopt, ja. En ik, ik had wel het gevoel dat dat voor een stuk in zijn hoofd ook zat van, ik moet dit statement maken. Ook al mm. haal ik het podium ja. niet, ik finish hier. Ja. Ja en ik, ik denk ook dat dat voor jezelf heel belangrijk is want ja, ik heb ook wel momenten gehad dan zit je in de wedstrijd en dan is die teleurstelling zo groot omdat je zo hard ergens naartoe gewerkt hebt en het is dan je bent dan op een plek aan het rijden dat het totaal niet is wat je ervan verwacht had en dan is die teleurstelling zo groot en dan stop je. En dat is niet iets geks hoor. Dat is dat ik, van zomer was er een, een ik ook ben de naam kwijt, een marathonloper. Die lag tweede. Dat ging om een heel, hele grote marathon. En die kon op een gegeven moment niet meer winnen. En die is gestopt. En na een week kwam hij eigenlijk tot de conclusie... ik had nooit moeten stoppen. Want achteraf, als het dan begint in te dalen... dan voel je die teleurstelling. Dan denk je, het is altijd het beste om uit te rijden. Alleen, het is wel, je kan zo met jezelf in die strijd zitten. En ja, dat hebben we natuurlijk ook bij Eli gezien. Dat hij dus wel eens met kampioenschappen dan afstapt. Maar nu is hij doorgereisd. Dus ik denk dat het voor hemzelf echt een, ook een overwinning is. Dat je gewoon achteraf kan terugdenken. Weet je, ik heb mijn best gedaan. Dit was alles wat ik kon geven. En dat creëert ook weer een stukje uh, karakter. Waar Absoluut. je in de toekomst ook weer wat aan hebt. Ja, en, en de ene. Kan ontgoocheld zijn met een vierde plaats, zoals wellicht de hele De andere kan heel blij zijn met een vijfde plaats. Ja. Gerben Kuipers. <laughs> ja. Een naam die in het begin van het seizoen amper werd genoemd. En hij staat er nu gewoon bij. Is mijn Belgisch kampioen die, bij de Elite zonder contract. Mijn moeder zei alleen maar: geef die jongen een contract. Geef die jongen een contract. Heeft hij nou nog geen contract? Gaat hij ergens een, een contract krijgen? Dat is het toch? Ik hoop het. Ik hoop dat wel. Ik heb daar ook al een aantal keren uh, ja, hier en daar op de cross, zo. Dan, dan luister ik wel een keer bij je. Bij... Een of andere teammanager, uh, of wat ja, hoe dat zij erover denken en ik hoop dat wel van harte, omdat ik, ik begrijp dat niet echt goed dat niemand die jongen oppikt. Maar is dat is, zijn... is zouden dan nog niks achter de schermen spelen? Nee, want ik heb hem, uh, ik heb hem uh, vanmorgen nog toevallig en voorlopig is er echt nog niks. Nee, en want ik kan dat niet Zij zei uh, in de studio uh, bij Sporza toch dat er wel contact geweest well, is, wel ja, hebben veel broma aangeboden, ja, ze hebben hem overal aangeboden, en, uh, maar ik begrijp niet dat die jongen niet wordt opgepikt. Omdat uiteindelijk, uh, als je zijn, zijn traject een beetje ziet, het, het, uh, het probleem is dat Gerben uh, in de afgelopen drie, vier jaar, ja, dat, die had niemand, dat was geen opvallend figuur. Maar op zich, qua resultaten, deed hij dan niet slecht. Bij de belofte was hij ook wel mee, altijd mee in de, in de nationale ploeg. Uh, hij behoorde tot de generatie van uh, Verstrengen, viseuren, Thibaut Nijs, uh, noem maar op. Hij reed vorig jaar ook nog het uh, belofte WK in Fayetteville. Uh, maar goed, hij heeft niet die een uitschieter nee. dat die jongens soms wel hebben. Hij heeft die wel genoeg Ja, essen. Ja, en, en, en op zich is dat ook niet, niet abnormaal, dat, dat, dat een jongen gewoon twee of drie jaar meer tijd nodig soms heeft. He. Dat mag geen evidentie ja. worden dat je op je 19 of je 20, zoals Thibaut Nijs, nu op het, op het podium staat van een BK. Maar uiteindelijk is die jongen nog altijd maar 23. Dus dan begrijp ik niet waarom, als die jongen nu nog twee jaar doorgroeit, ja, dan is dat gewoon een vaste waarde in, in de top 6, top 7, top 8 van het uh, veldritpeloton. Dus... Ja, tot voor kort uh, ging je nog werken, hè? vier ja. dagen per week. Dus uh, ja. om vier uur opstaan, ik kan me niet voorstellen dat je er beter van crost. Nee, nee. Rust is uh, belangrijk. Uh, nee, absoluut. En uh, hij heeft, zoals je daarnet ook aanhaalde, die cross in Essen, uh, hij, hij grijpt daar wel eens een kans. Hè. Jens Adams wou daar ook graag de cross, de cross winnen. Hè. Ja. Dus uh, hij reed daar echt op een indrukwekkende manier rond. Gisteren ook, vijfde worden, in, uh, vijfde worden op de BK, dus. Dat zijn straffe nummers. Hoor. Absoluut. Laten we hopen voor hem dat hij, een, dat hij een ploeg vindt. Naar de vrouwen. Zaterdag, het verhaal Sanne Kant. Veertien titels, Sophie. Ja. Dat, dat is een onwaarschijnlijk aantal. Ja. En het, het passeert. We vinden het eigenlijk maar normaal. En, en zij eigenlijk ook. Want in, in het interview achteraf zei ze... Ja, ik, ik weet niet waar ik hem moet plaatsen. Ja, ik zet hem bij die andere. Ja. Ik dacht van... Ah, Sanne, ja. ik vind dat onwaarschijnlijk ja, wat ze, maar wat ik, ze presteert. Ik denk, dat, uh, ik denk dat je achteraf pas uh, meer beter gaat beseffen... hoe bijzonder iets is. Dus ik denk bij haar misschien als ze over een paar jaar uh, met pensioen gaat... dat ze dan in één keer denkt... ja, 14 jaar achter elkaar dat het lukt... Um, ik vond het heel jammer dat Laura Verdonschot niet aan de start stond. En ook daarnaast uh, nou ja, de, de start met de pech van uh, Rieberol. Dat is heel jammer. Ik had echt wel iets meer. Ik dacht, dit jaar kan echt een strijd gaan uh, zijn. Oops. Dit jaar kan voor het eerst Sanne echt het vuur aan de schenen gelegd. Tenminste, dan, ik haal even uh, met de, hoe heet het de wedstrijd dat Laura goed was een paar jaar geleden. Verdonschot in Ostenenis Oostende. Oostende, ja, 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 dat was natuurlijk ook een hele spannende strijd. Um, maar ik dacht, ja, het zal mij echt gaan benieuwen of Sanne die veertiende titel gaat pakken. Maar ja, dat is er allemaal. Ja, die strijd is er niet geweest. Maar daar nog steeds, ja, ze, ze staat er wel weer. Um, je moet die wedstrijd weer afwerken. Je moet het toch weer doen. Dus voor Sanne is het een, uh, is het een mooie prestatie. Ik had al, ja, ik had, ik had zelf iets meer strijd gehad. Ja, ja, ja. Maar het, het is ook, ook gek. Zij heeft in die veertien jaar. Uh, nooit pech gehad. Uh, toch niet in die mate om een wedstrijd uh, niet te kunnen winnen. Nee. Ze heeft, is ook nooit ziek geweest. En Ze ik is geloof er altijd niet bij in geweest. geluk. Uh, nee. Topsport is geen geluk. Het is allemaal geen toeval. Echt waar. Dat is haar, echt haar verdienste. Dat je er dus wel weer... Um, ja, dat, je, dat je er weer staat. Dat je weer dat hele traject van... Um, de trainingen, de wedstrijden... alles aflegt. Ja, ik vind dat wel bewonderingswaardig. Ja, maar het, het had anders kunnen ja. lopen. Hè? Want wat was er nu aan de hand met de fiets van Norbert Berol al tijdens de opwarming? Voelden ze ja, dat er een kieke probleem kieke was? Het ging het dan... telkens af, volgens mij. Ja, maar blijkbaar was er inderdaad al een probleem in de opwarming. Um, dat zou dan opgelost geweest zijn um, voor, de, voor de start. Al vind ik dat je daar wel een risico aan neemt. Hè, als het, um... Maar goed, ja, oké. Okay. En dan ja, in die openingsronde blijkt dan toch die. Een aantal keer vast te lopen of af te lopen, of die, die achterversnelling die niet. Uh... Ja, het, is, het is eigenlijk uh... Allee, niet goed in te schatten, ook ergens. Ik vind niet dat ze, dat ze echt met een reden komt van wat dan exact het probleem was. Nee. Uh, maar het is natuurlijk wel vervelend. En, en, uh, en voor haar is dat natuurlijk ja, balen. Hè? Want op die moment, er, zoals Sophie ook zegt, een aantal rensters zagen wel een kans om kampioen te worden. Hè? Riberol was er eentje van. Um, en het had ergens ook wel meer strijd geweest, mocht ze van, van in de aanvang mee geweest zijn. Absoluut. Heb je een fiets 1 en een fiets 2, zeg maar? Ja, in principe en een heb je fietsen? meerdere fietsen. Um, het... Wisselen jullie dat dan niet om, als je weet dat er een probleempje geweest is? Of, of zoals uh, Sven Nijs, die zei van, ik had er nooit mee gereden, behalve als het echt nodig was geweest. Hoeveel fietsen heb je trouwens? Twee, drie? Ik had er vier altijd. Ja. En ik had wel, bij mij was het wel zo, van die vier had ik één fiets. Dat was mijn taxfiets. Dus daar reed ik ook niet zo graag de wedstrijd op. Want ook al zijn die fietsen allemaal precies hetzelfde afstand. Ik voelde echt wel verschil. Ik voelde een mil millimeter, dat voelde ik al. Mm. Dus ik had altijd wel echt twee favoriete wedstrijdfietsen. Eentje, nou ja, daar reed ik dan op als we heel veel moesten wisselen. En één liet ik op de tax eigenlijk vrijwel altijd staan. Ik zou zelf niet zo snel inderdaad. Um, ...het risico geno genomen hebben, maar... ...ja, het is ook een beetje lastig... ...want ik, wat ik bijvoorbeeld bij haar zag... ...ze reed een klimmetje op... ...en in één keer die ketting die valt, zo van, de, die valt er zo van de fiets af... ...dus dat lijkt me dat het dan iets met je voordeur mm -hmm. is. Of het kan ook een combinatie zijn... ...spanning, stukje frustratie... ...want ze mist haar staat. Als je je start op een kampioenschap mist... ...dan sta je al tien uur achter, want je denkt... ...je sta, bent dan al, je bent al enorm gespannen... Mm -hmm. De wedstrijd vertrekt en je zit niet mee. Dus bij die eerste bocht denk je: shit, wat gebeurt hier? Dus dan heb je al meer stress. Is ook een aanleiding om meer fouten te gaan maken. En dan ja, met zo'n ketting die er dan afvalt. Ja, dit. ja ik vind dat lastig uh, om dat uh, daar precies de vinger op te leggen. Uh, kan zijn dat die voordeur jeur net een tikkeltje niet goed afgesteld staat. Kan ook zijn een combinatie een stukje stress. Op een klimmetje, niet lekker schakelen, te snel schakelen. Waardoor het uh, ja, kan ook zijn dat door die hele kerstperiode de kettingen en de tandwielen net allemaal iets meer versleten Of dat je nieuwe ketting op een oud tandwiel gaat leggen. Ja, het lijkt me niet dat ze dat gedaan hebben. Maar ja, het kan zijn dat zoiets gebeurt. Hè, en dat dan. De, kijk, het, vaak het materiaal is heel vaak wel goed. Maar het zit in De fine tuning, zit hem wel een beetje in de afstelling. Maar ja, dat materiaal dat krijgt zoveel te verduren. Dus. Maar Het was geen klein probleempje. Het was een groot probleem. En dat is heel mm. frustrerend voor uh, Norbert Riberol. Uh, Sanne Kant, 14 titels. Ze zegt zelf: ik ga niet zo lang meer crossen. Misschien nog wat langer doorgaan op de weg. Maar ja, ik heb de indruk dat ze wel nog eens Belgisch kampioen kan worden, als, als de verhoudingen uh, niet te veel veranderen. Heb jij eens nog gesproken? Wat, wat, uh, hoe ziet ja, ze dat zelf? Ik heb, ja, ik heb ze nog gesproken. En, uh, maar uiteindelijk gaat dat allemaal. De, de dag dat het eens niet gaat lukken, ik denk ik dat, dat er dan heel veel gaat binnencijpelen. Hè. Dan ga je pas beseffen wat dat je verwezenlijkt hebt in die, in die voorbije jaren. Um, maar goed, er is nog die vijftien van Katie Compton die zoal leeft, om, om dan nog uh, te gaan uh, evenaren of, of, of misschien zelfs beter te doen. Um, maar het is inderdaad, zoals je zelf zegt, het is, het is, het is geen evidentie. Wat dat ze voor elkaar gekregen heeft, is, uh, is best wel. Um, ja bewonder bewonderenswaardig. Hè? Maar misschien doet ze het, het komend seizoen wel een beetje anders, want je merkt ja. nu al dat ze crossen mm. begint te skippen, wat ze vroeger zelden of nooit deed. Ik denk dat ze Lijkt het sowieso een goede beslissing anders gaat doen. Ik denk dat we haar geen, geen, nooit meer nog een, uh, een heel cross seizoen gaan nee. zien. Ik verwacht dat ze, kijk, ik kan me wel voorstellen. Nu ze heeft een goed wegseizoen gehad, daar krijgt ze waarschijnlijk echt nog het, het, de frisse energie van het moraal wat je aan het einde van je carrière echt nodig hebt. Um, ik zie haar niet meer in één keer dat gat dichten met de echte absolute wereldtop. Dus dan met fem, met puk, met Sherin in de cross. Dus dan vind ik het heel logisch dat ze nu denkt. oké, okay, ik, ik haal nog energie uit het rijden van de weg. Ik denk alleen wel, we hebben afgelopen seizoen ook gezien dat het voor haar heel moeilijk is om die wegconditie over te brengen naar een hele specifieke goede crossconditie. Mijn um, moment is al wel gelukt, want ik heb echt wel hele goede wedstrijden ook van haar gezien. Alleen het blijft wel dat het. Ik denk doordat ze. wat zij geweest is in de cross. En als je dat aflegt met wat het nu is in de cross. Ja, dat dat. Het zal nooit meer het oude worden. Dus dat blijft denk ik, heel moeilijk. om daar die hele energie weer, weer voor ja, terug klopt. te vinden. Dus ik, ik. het zal misschien juist alleen nog maar moeilijker worden voor haar. Om wel die. Of ze gaat. Het kan, ik denk ik kan twee kanten op gaan. Of ze laat de cross echt wat meer liggen. Ze denkt, ik ga nog een paar crossen rijden. Misschien een kampioenschap. Maar ja, dan is het de vraag: kan ze dan wel die, die wegconditie naar crossconditie opzetten? Of ze denkt misschien ik laat het crossen voor wat het is. Ik heb daar bewezen wat ik kon. En ik ga nu doen waar ik nog energie van krijg. Op de weg rijden, in dienst van. Misschien een keer voor eigen kans gaan. Maar ze heeft het en in de cross. Heeft het, ze, heeft het, ay, ze heeft alles gehaald hè. Ze heeft ja. daar, uh, Duurlijk, daar niks niks te bewijzen, maar daar ligt zoals geen uitdaging zegt, meer. Hè. Daar, ja, daar, uh, de enige uitdaging is is een nationaal kampioenschap een, nog een op meka. zich. Maar, maar uh, ze heeft ja, van haar 16 mm -hmm. tot op vandaag heeft ze alles meegemaakt. Hè. Ze heeft uiteindelijk op een gegeven moment wordt ze drie keer wereldkampioen tegen een generatie nog uh, Marianne Vos, Lucinda ja. Brand, uh, Betsema. Ja. Uh, Oké, okay, en dat was ook haar haar hoogtepunt in het veldrijden denk ik. Uh, en dan is het nu natuurlijk wel mentaal ook makkelijker om. Um, het dameswielrennen zit zo hard in de lift. Iedereen wil klassiekers. Uh, hey, er zijn nu eenmaal de Ronde van Vlaanderen, je hebt Parijs roubaix Er is de Tour. de Tour. Voor haar ligt nu daar een uitdaging, dat voel je. Om, om, om nu nog de komende twee, drie, vier jaar, hoe lang dat ze dan ook nog voortdoet, om daar nog, nog uh, op het eind van het verhaal te kunnen zeggen: ja, maar daar, heb ik, daar ben ik ook nog geweest. Hè? Daar heb ik ook ja. nog meegereden. Ja. Los van het feit of dat ze daar wat dat resultaat ook wordt. Maar als ze straks uh, 7, 8, 39 is of wat dan ook, dat ze zegt ja, maar goed, ik heb zoveel jaar in het gereden, ja, meegedraaid. Ja, ja. Ja, en klopt. uiteindelijk nog wel klassiekers gereden ja. op de weg, de toeren gereden. Ja. Ja, dus... En ik denk ook dat je iets van de dingen die wat ik heel kenmerkend voor het crossen vind is frisheid. Je moet gewoon je kan echt nog wel heel goed zijn, maar je moet fris zijn en dat is niet per se frisheid van de dag, maar dat is ook gewoon een algehele frisheid dat je echt je vinger tussen de deur wil doen om zo'n cross te rijden en ik wil dat absoluut niet voor haar invullen, alleen ik denk wel met het, de geschiedenis van de, haar afgelopen crossseizoenen op een gegeven moment dat verdwijnt gewoon een stukje frisheid en dat is net dat is dat dat kan net dan kun je nog steeds super wattage's rijden, maar dat, alleen dat stukje frisheid kan er ook voor zorgen dat je die wattage's gewoon niet kan overbrengen in, de, in het veld rijden omdat het gewoon ja, daar ontbreekt iets van, een stukje... Misschien heeft die frisheid haar uh, wel die Belgische titel opgeleverd. Hè? Want zij heeft amper een fout gemaakt, reed de perfecte wedstrijd. En los van pech of uh, ziekte van anderen, zij was op de afspraak. Dat is, dat is duidelijk. Ja. Ja, dat is um, we moeten het nog hebben over Zaltbommel. Ja. Want daar was het Nederlands kampioenschap. En daar rijden natuurlijk ook veel interessante namen mee. Ja. Uh, Sophie, wat was dat? Ik zei daarnet, net het leek het Nederlands kampioenschap veldlopen. Ja. Ja... Um, Eerst bij de mannen. Lars van der Haar ja, de wordt Nederlands kampioen. Dan denk ja. je, geen verrassing, maar het was niet zo evident. Nee, absoluut niet. Uh, ik zat ernaar te kijken en het eerste wat mij opviel... Uh, Lars heeft uh, veel in tweede wiel uh, gelopen, uh, gerend, uh, een stukje gefietst. Je ik ik werd daar vond... heel vrolijk van, hè? al dat lopen, <laughs> Lars. <laughs> ja, Lars houdt echt niet van, uh, van lopen. Dit, maar dit was ook... Ja, dit is natuurlijk voor hem... Met zijn iets wat kortere beentjes ook wel een enorme uitdaging. <laughs> nou, ik had vooral het idee dat, uh, dat Lars dat dan nog echt slijt en vermoeidheid van de kerstperiode op zat. Um, dat in combinatie dat hij een parcours volgens krijgt... wat hem gewoon niet nie echt ligt. Um, dus hij heeft er volgens mij daarom voor gekozen: joh, ik blijf zo lang mogelijk bij uh, Nieuwe Huis, uh, ik blijf aanklampen. Um, en hij, in, de, in het laatste stuk hij plaatste hij een soort van kleine demarrage. De, de, het was gewoon één grote afmattingsslag. Uh, dus het was, het was niet dat je een hele spectaculaire demarrage zag. Je zag gewoon dat hij iets, iets versnelde en daar dat uh, verschil kon um, vasthouden. En ja, nu bleek achteraf dat het Nieuwe Huis dus al heel lang met een kapot schoenplaatje reed. Ja, ja dat. Uh... Kun je, ja, dan kun je afvragen. Was de uitslag hetzelfde geweest als dat niet zo is? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Ja, hij reed anderhalve ronde zonder uh, schoenplaatje aan zijn uh, of een kapot schoenplaatje aan zijn, uh, aan zijn ene schoen. Dus hij kon niet meer uh, in zijn pedaal klikken. Nee. Lijkt me wel. Uh, redelijk cruciaal. Anderhalve ronde. En je eindigt ja, op drie seconden van, uh, van Lars van der Natuurlijk. Ja. Met alle uh, respect, maar inderdaad, dan, dan, uh, ja. dan laat je het liggen, denk ik. Op die manier. Dat uh, spijt uiteraard. Hè. Maar dat, dat zorgt er dan wel voor, denk ja. ik, dat het. Uh... Ja, 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 dat denk ik, denk ik wel. Uh, ja. Ik vind dat wel heel lastig om te zeggen, want ik vind met iemand die een kampioenschap wint, ik, ik zou nooit willen afdoen aan die prestatie. Nee, nee, nee dat klopt ze. Maar niet, ze waren volledig uh, kaptig, ja, hè, die kapot. Ja, <laughs> die kon net zijn wingen <kwijnt> nog opsteken uh, over de finish. Um, maar goed, ja, kijk, als je natuurlijk met een kapot gooit, je kan niet inklikken, je, je kan niet aanzetten, je kan niet echt uit je zadel komen. Uh, ja, dat maakt natuurlijk echt wel een verschil ja. voor je prestatie. Zo is een eerste zegen bij de elite geweest, zijn. Joris Nieuwenhuis draait het al een tijdje ja. mee, maar nog. Ja. Nooit een, een wedstrijd bij de elite gewonnen. Ik denk wel dat hij zeker weer komt voor hem. Ja. Dat denk Jammer ik voor Nieuwenhuis, knap van uh, Lars van der Haar. Bij de vrouwen niet fan van Empel, wel Puk Pietersen. Nee. nee, dat was... Uh, uh, ik denk dat uh, wat heel interessant was... Nou ja, dat Sven zei het, het begin van de podcast. Wat vind ik ook altijd interessant om te zien. Hoe, hoe komt iedereen de kerstperiode uit? En ik denk dat het Nederlands kampioenschap bij de dames... Heel goed liet zien hoe iedereen de periode uitgekomen is. Je zag bijvoorbeeld Denise is weer wat beter. Goed dat ze wat meer rust genomen heeft. Um, Puk en Celine zijn echt gegroeid in het seizoen. Die zijn gewoon op dit moment in goede vorm. Fem is, nog, is niet meer zo goed als dat ze in het begin van het seizoen was. Ze is nog steeds heel goed. Maar ze is wel iets minder door haar val, uh, verkoudheid, zonhoven... Dat uh, wil niet zeggen dat dat, weer kan, dat dat stukje er weer bij kan komen, naar het WK toe. Ik denk dat... Uh, opvallend vond ik ja, uh, Lucinda. Die miste ik toch wel een beetje. Die... Uh, je werd pas vijfde of zesde op drie minuten, of zo. Zeker. Zesde werd ze, ja. ja. Je had dan Betsema vier... F... Sven van Empel werd derde. Ja. Dat, dat verbaasde me, dat Alvarado tussen Pietersen en van Empel zat. want Dat is dit seizoen toch nog niet vaak gebeurd, denk ik. Uh, nee, maar zoals Sofie ook zegt, natuurlijk uit die kerstperiode komen. Ik vond dat Céline haar uh, programma goed in elkaar stak. Um, en ik verwacht die nu ook wel nog de komende crossen hoor. Ik ga niet zeggen ja. dat, ze, dat ze echt gaat ga winnen tegen uh, Puck, maar um, ik vind wel dat ze een uh, mooi traject heeft afgewerkt. En, en met, met FEM heb je een beetje het, ja, ik weet niet, uh, het is zo sinds Val di Sole, die val is het zo wel op en af. En, ik vond ze dan in Baal weer heel indrukwekkend rondrijden. Uh, maar dan evenzeer weer iets minder. ziekte komt er ook nog eens bij, kost ook energie. Hè. ook al is het maar een verkoudheid, maar die kost wel energie. Uh, misschien ook het parcours en de omstandigheden. <kijngen> ja, alles helemaal waar. Uh, loopster denk ja. ik. Uh, ja. dus denk in dat die we begin van het seizoen nee. hebben gezien, die was hoe dan ook bij puck gebleven. Ja. gisteren ja. Uh, als uh, maar ja, 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 je ziet gewoon dat, um, je ziet nu in zo'n uitslag, dan zie je gewoon de optelsom van oké, okay, de rensters die um, echt momentum goede crossen achter elkaar mm. hebben kunnen gehad. Mm. Rensters bijvoorbeeld ook zoals Lucinda, waar dus onderbreking geweest is, waardoor je minder regelmaat gehad hebt. Um, dat is die optelsom zeg maar, bij iedereen. Ja, dat zie je dan in één keer op zo'n ontzettend zwaar parcours. Uh, wordt dat enorm uitvergroot. Uh, ja, Vos, dat was eigenlijk heel op, ja, opvallend. Ja en nee. Ik had van haar niet per se een extreem goede wedstrijd verwacht. Is niet het, dit is iets wat zij absoluut niet graag doet. Tiende uh, op zeven minuten, Marianne Vos. Ja, ja nee, zij reed geen, uh, geen goede wedstrijd. Uh, Zagen op een gegeven moment ook nog een shot dat zij uh, echt aan het lopen was, dat ze zich echt pijn had gedaan. We hebben niet gezien wat, uh, wat daar gebeurde. Uh, maar wel ja, er slag. was ergens in frustratie. Ze zei achteraf ook: van, Niveau ligt zo hoog en, en dit parcours, dat was niks voor mij. Nee, het ja, is dus dus echt die. Kijk, de vorig jaar kan zij natuurlijk... voor het WK nog in, in orde geraken? Want het is in hoog rijden. Ik denk niet ze dat ze vorig jaar de Wereldbekerwedstrijd. Dat, ja, dat is wel een ik parcours dat haar dat ligt. Zij, uh, wereld, ik denk niet dat zij wereldkampioen gaat worden. Dat zou ik, Dat is kort bij, hè? Nee, dat, dat denk, denk, ik, denk ik niet. Nee. nee. Ik, denk, ik denk voor haar een goede wedstrijd zou top 5 zijn. Um, maar ik verwacht eigenlijk ook geen podium. Maar goed, ik wil er wel bij zeggen: onderschat Majanne Vos nooit. Alleen wat je op dit moment. En wat ik ook de voorbije crossen heb gezien, is dat ze conditioneel gewoon echt niet is waar ze vorig jaar was. Um, en dat zij ook nog niet de regelmaat heeft. heeft. Nee. Zonhoven hebben we natuurlijk ook geen uh, goede wedstrijd van haar gezien. Dus je moet op een gegeven moment helemaal naar zo'n WK. Je moet goede crossen gereden hebben voor dat zelfvertrouwen. Je moet gewoon in een flow zitten. Dat, je hebt daar wel wat voor nodig. En nu heeft ze natuurlijk heel veel ervaring. Alleen ja, het niveau dat ligt niet. En ze zal in hoge heide wel een parcours krijgen... dat als het snel is haar veel beter ligt... Uh, maar dan nog, als je nu ook naar Shirin kijkt. Ik weet niet je die ziet, naar de, 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 daar zit zoveel zelfvertrouwen Die ogen die stralen, die is in opperste vorm. Ja, als ze mee gaat doen bij de elite. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet meer gaat doen. Ze heeft het nog niet beslist, maar in ik feite kan niet. het niet anders dan het, dan het rijden. Oh, toch? Toch niet dat je, als je op dit niveau rondfietst, dan, dan hoor je gewoon thuis in de elite-categorie ja. ja. van Android. Um, ah. Zij was er gisteren ook niet bij op het, op het NK. Nee. Nog iets over dat WK, want dat, dat komt er nu snel aan. Um, de bondscoach die, uh, die zit er ook mee in zijn hoofd natuurlijk. Je moet een aantal um, gesprekken voeren, denk ik, na, na gisteren. Of laat je dat, uh, is dat al gebeurd mm -hmm. of laat je dat even rusten? Tussen Laurens en Michael bedoel je? Ja, ja, ja. Um, ja daar wordt wel over gepraat hoor. Want ik, uh, als we dan straks naar het WK vrezen, dan wil ik dat er uh, rust is. Um... Ja, ja, tuurlijk. Maar... Dat is nog niet gebeurd, veronderstel ik. Nee, 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 ik, heb nee ik heb ze wel al twee gesproken. Ik uh, heb ze wel gisteren na de cross kort even gezien, kort even gesproken. Maar uh, dat komt wel nog. Dat komt, uh, komt zeker nog aan bod. Dat kan je niet zomaar laten passeren. Nee. Nee. Jij vertrekt vandaag richting Spanje? Klopt, ja. Um, met de jonge mannen op pad ja. en dan zondag de cross in Benidorm. Zondag de cross, inderdaad. Uh, dus ja, deels een beetje in uh, functie van het uh, wereldkampioenschap. Um, en dan uiteraard de cross in Benidorm is een mooie, mooie gelegenheid om, uh, om de twee aan elkaar te koppelen. Dus, ja. ja, dat WK dat is pas 5 februari, maar dat komt er uiteraard snel aan. Mm -hmm. Iedereen in België verwacht van: ja, het, het wordt wel een duel, maar. Ik heb het gevoel dat iedereen bijna al zeker is: Wout van Aert wordt wereldkampioen. Hoe ga je dat verwachtingspatroon een beetje um, proberen te temperen en, en dat zo realistisch mogelijk aanpakken? Ik kan me voorstellen dat dat in de volksmond natuurlijk wel uh, gebeurt, maar dit is, voor mij is dat absoluut uh, geen uh, allee. evidentie. Die gaan de zondag met gelijke wapens aan de start staan en het zal er uh, hard aan toe gaan. Daar ben ik wel echt zeker van. Uh... Maar de verhouding was wel anders dan. De voorbij, ja, ja hè, absoluut, nee? absoluut. En uh, allee, als je dan toch een winnaar moet uitspreken, ja, oké. Okay. Uh, Wout is als best uit die periode gekomen, maar op het wereldkampioenschap gaat het uh, hard tegen hard zijn. Ja. Wie wordt wereldkampioen volgens jou, Sophie? Ja, dat vind ik lastig. Um... Ik denk dat, uh, nou ja, kijk, wat je, we gezien hebben is dat Wout beter die periode uit is gekomen. Maar goed, dan wordt, de, aan het einde van de periode, dan heb, hebben ze zo, ze hebben zoveel crossen zo dicht op elkaar gereden. Dus ja, dat is heel moeilijk, zo'n zonhoven, dat is het einde van zo'n periode. Ja, dat kun je niet vergelijken met een eendagswedstrijd als een WK. Dus ik hoop gewoon op een strijd, want dat is iets wat ik, dat vind ik gewoon het allerleukste. Um, en... Dat Is waar ik op hoop. Ik ga geen naam noemen, nee, is, maar iets wat is, ik wel echt ja, waar is ik nog drie weken om. wat ik dus gisteren met dat 1K naar nou, heb zitten kijken bij die dames en dan uh, wie gaat ik, ik Gerben, die krijgt het heel moeilijk bij die dames. Wie ga je selecteren? Want je hebt nu die je hebt zowel uh, Fem en uh, Puk en ik verwacht Sheer, en ook die bij bij de Elite gaan rijden, dan heb je Marianne die zichzelf plaatst omdat ze, dus Nederland ja, heeft waarschijnlijk oké, acht kantien, plekken, ja. maar dan als je een als je bijvoorbeeld, nou ja, Lucinda en, en Denise uh, en die zijn zeker van hun plekken. Maar dan heb je dus en je hebt en Inge, je hebt en Aniek, je hebt en uh, Annemarie Worst. Klopt, ja. Wie verdient dan, wie verdient die plek Overrado. dan nog? Ja, die had ik al genoemd. Die ja, ja. zitten er oh, sowieso ja. bij. Maar er blijkt dus eigenlijk: we hebben nog één, er is één plek voor Manon Bakker, voor Aniek van Alfen, voor Inge van der Heijden, voor Annemarie Worst. Ik denk dat die. Dat probleem heb ik binnen mannen hoor, uh, ja. Sophie. Dat, is, dat, is dat moeten ze in Nederland oplossen. Dat gaan wij hier niet uh, doen. <laughs> en nog één iets, want het, 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 ik had het over het WK. Sven is, is terug in de tijd. No nostalgisch uh, einde van deze podcast. Uh, het WK 2006, Zeddam. En dan nou kom ik bij jouw carrière. Ja, dat, dat was... Veel mensen denken van, waar de begint eraan. hij nu over? Waar, waar heb ik het over? Want jij weet het natuurlijk. Ja, um, het is zo dat ik... Ik, ik stond op het podium in eh, 2004 en 2005. Eh, Pontchateau en Sankt Wendel. En um, ja, 2006 Sedan, Ik um, toen bij Rabobank in de ploeg. En uh, ik had er echt wel een punt van gemaakt om, uh, om daar proberen wereldkampioen te worden. En uiteindelijk uh, rijd ik lek in ingaan van de laatste ronde. Uh, en, en alles lag nog open op die moment. Ik denk uh, dat of Verwekken of ik had wielerkampioen geworden die dag. Dus. Het is Verwekken geworden? Het is uiteindelijk Verwekken. Ja, ik kreeg lekker uh, net voor het ingaan van de laatste ronde. En dus. hoe uh, schatte je eigen kansen op dat moment? En ja, achteraf... dat is makkelijk gezegd, ja. achteraf. En, uh, en alle credits zoekt naar Erwin toe. Maar uh, ja, ik, ik was wel... Uh, ik was klaar om, om die dag wel, wel te winnen. Ja. Ik had dat in de, in, in de loop van de koers ook al laten zien. Ik had, uh, Bart Wellens was al eens weggereden, ben ik toen nog teruggehaald. Ik had echt wel controle over de koers. Um, de omstandigheden waren ook mij ja, goed gezind. Iedereen weet dat ik uh, op sneeuw en ijs echt wel uit de voeten kon. Um, dus ik had wel die dag klaar geweest om, uh, om wereldkampioen te worden, maar Erwin heeft het uiteindelijk uh, gehaald. En Dikke pluim ook aan. Hij. Ja, hij heeft drie wereldtitels gepakt. Hij had er eentje naar jou kunnen laten. Maar hoe, hoe <laughs> kijk je, je er nu op terug? Want je kan het nu het ja, je kan het heel uh, rustig vertellen. maar ja. Is dat iets dat, dat steekt? Nee, ja, ik was super teleurgesteld die dag. Uh, ik was heel erg ontgoocheld. Uh, ja, heeft toch echt een aantal dagen uh, pijn gedaan. En uh, uiteindelijk, ja, dat is wel een groot verschil op je palmarès natuurlijk: hè. wereldkampioen worden ja. of, uh, of een aantal keer op het podium. Uh, ik kan nu wel zeggen dat ik uh, zowel op nationale of op wereldkampioenschappen wel, wel medailles heb gehaald. Maar het gaat uiteindelijk draait het om, uh, om winnen. En, uh, en dat maakt nu ook eenmaal het verschil in, uh, in uw carrière. Dus. Maar geen, uh, geen frustraties of No hard feelings, nee. Dat uh, WK is wel uh, de reden dat ik ben gaan fietsen. Ik, want ik herinner me die wedstrijd nog. Het was mijn allereerste cross die ik ging kijken. Mm. Wij konden dan, ik fietste toen net en dan kon je met de club daar naartoe. Dus ik dacht, nou, ik ga naar kijken. En ik vond het zo indrukwekkend. Ook de strijd tussen Vossen en Koep van Nagel ja, daar. Goed. Koep van Nagel ook extreem teleurgesteld. Dat Marianne, dat was denk ik 18 of 19 jaar. Maar ook die wedstrijd bij jullie. Hmm. Ik het echt, ik, dacht, huh? ik vond dat heel mooi toen ben ik gaan veldrijden. Okay. Dus het heeft nog, dat is het positieve. Voilà. En Sven met een goed gevoel zo, straks vliegt op naar Spanje. is er nog een, uh, een mooie einde, voilà. Er is nog een winnares aan over, uh, overgebleven. Uh, goed, uh, we moeten afronden, want we naderen het uh, uur. En, en Sven, jij moet je vliegtuig uh, halen ja, ja, richting Spanje. Uh, dankjewel dat je er was. Succes op het WK. Dankjewel. En uh, tot zondag in Benidorm zeker. Sofie, jij gaat niet mee naar Benidorm. Nee, dat... ik mag niet mee. Nee, je mag mee, dus je niet meer op het vliegtuig. Zoiets, oké. Okay. Um, nou, ik, nee, ik mag nog wel vliegen, maar uh, het is toch een, een risicootje en um, dat, uh, dat wilden ze niet meer aangaan. Oké, okay. we, we moeten aan je gezondheid denken. Maar het is een keuze, ja. Nog veel plezier de komende weken nog. Dank je. Uh, tot maart en uh, we zien je nog snel uh, terug bij ons op Play Sports. En um, u bedankt voor het kijken en luisteren. Volgende week een nieuwe aflevering van Cross, hopelijk tot dan.